De wet overname en overdracht en uitvoerlegging strafvonnissen is gisteren met algemene 37 stemmen in DNA aangenomen. Voorafgaand aan de aanname moest de vergadering geschorst worden om overleg te plegen met de minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk Silos en haar deskundigen. Justitieminister Silos gaf daarna enkele summiere wijzigingen door. Zij ging ook in op opmerkingen van het lid Krishna Kumari Mathura. Met betrekking tot beleid, met name over de naturalisatiewet, gevallen van de verkorte procedure PSA, mensen die hun strafvonnis ontweken. Het heeft mijn aandacht en zeker is het niet de bedoeling dat er misbruik wordt gemaakt van de PSA-regeling of van de naturalisatiewet. En kijken hoe we dat verder aanscherpen, waardoor het duidelijk wordt voor ieder dat als je misbruik maakt van deze wetten om je strafvonnis te ontweken, omdat we je niet gaan kunnen uitleveren, omdat je Surinamer bent, dat dan het Surinamerschap vervalt en je ongewenste vreemdeling wordt. Something like that. Neemt u mij de formulering nu niet kwalijk, maar ik zit in die richting te denken. Verder met betrekking tot de internationale samenwerking. Ik heb wel een interventarisatie laten maken en eigenlijk is alles een beetje blijven liggen. Dus dat wordt nu ook aangepakt. En Guyana gaat verder gaan, want cross-border crime komt er niet echt op voor. En de exploitatie van bepaalde middelen om misdaad te bestrijden, dus we denken aan helikopters en drones tussen Guyana en Suriname. Dat wordt ook, zo gaat ook erbij komen. Justitieminister Van Dijk Silos, hiermee werd de tweede ronde voor de regering afgesloten en werd het wetsontwerp in stemming gebracht. Het wetsontwerp werd met algemene 37 stemmen aangenomen. Minister Van Dijk Silos gaf aan dat zij vanaf haar aantreden prettig heeft gewerkt met het parlement. Misschien omdat de wetten toevalligerwijs zijn voorgesteld die het nationaal belang raken en waarbij je dus ziet dat het mogelijk is dat oppositie en coalitie kamerbreed zo'n wet ondersteunen. Vandaag is weer het geval geweest. Het was heel constructief. Trouwens, ik ervaar wat mijn wetten betreft altijd een constructieve houding, zowel vanuit de oppositie als vanuit de coalitie. En ik probeer altijd na te denken van snijdt het hout wat er gezegd wordt of is het gewoon weer gewoon om een politieke opmerking te maken. En ook deze keer heb ik alle opmerkingen waarvan ik vond dat snijdt wel hout en dan let ik niet erop of het van de oppositie komt of van de coalitie overgenomen. Wetten zijn nationaal. En ik probeer die houding te etaleren om naar beide kanten te luisteren. Dat deze wet algemeen is aangenomen, voorzitter, geloof me, we zijn uit de eerste exit. Volgens de minister was deze wet nog de laatste zorg van het ministerie om de deadline te halen. In november moet de Caribbean Action Task Force namelijk beoordelen over de vorderingen die het land gemaakt heeft om te voorkomen dat het op de zwarte lijst komt. Verder is deze wet belangrijk omdat hierin geregeld wordt hoe gehandeld moet worden bij uitlevering van Surinamers die in het buitenland gevonnist zijn en omgekeerd. De wet overname en overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen heeft te maken met de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit.